Nou, dat kan hier in het bos, hoor. Ja? Oh, ja. Klasse. Dan schijnen we wel even naar het restaurant. Dat is een tientje. Dat is het voorbeeld. En een aantal jaar geleden hebben ze natuurlijk de hele spoorzone stukje bij stukje opgeknapt. En ja, op een gegeven moment kwam daar de grond vrij. En die grond is hier zo geloosd, gedumpt. De vorige wethouder, toenmalige wethouder, de heer Gommers, die heeft toen ook verklaard dat het verontreinigd grond is. Ja. In hoeverre, in welke staten het van vervuiling is, dat is er nog niet uit. Want er is nog steeds tot op heden geen bodemonderzoek. Dan wel of een schoon grondverklaring. Volbrecht. Volbrecht en? Erik van Dijk. Ja, u gaat de situatie bekijken omtrent de plannen die er zijn om de verontreinigde bodem hier op de spoorzone te verplaatsen naar de kleiput aan de Driemarktweg. Ja, dat klopt. We zijn hier uitgenodigd door de lokale SP-afdeling. En dit vonden wij zo'n apart verhaal. Ja. Dat hier ernstig vervuilde grond ligt. Wat, dat is in ieder geval zo uitgesproken door een vorige wethouder. Ja. En dan is het vreemd als je deze grond in een kleiput gaat storten. Met het verhaal van we gaan dat verdunnen. Het blijft dan gewoon een hoeveelheid ernstig vervuilde grond. Nou, wat kunt u ze eigenlijk meegeven? U bent op uitnodiging van de SP-afdeling Wendelswijk. Nou, wat we mee kunnen geven is dat er openbaarheid van bestuur kun je eisen. Ja. En dat men helderder is over hoe het zit. Want het lijkt erop dat het met die grond ook de hele procedure een beetje bedekt is. En dat is wel merkwaardig. Dus wat ik begrijp van de heren hier is dat de grond is aangekocht. Wie koopt nou vervuilde grond aan voor €60.000 zou dan het verhaal zijn? Ja. Als dat zo is. Ja, ja, van ProRail. Dus het is een heel raar verhaal eigenlijk. Ja. Want waarom zou je dat doen? Dus ik zou wel willen begrijpen waarom ze die grond voor dat bedrag hebben aangekocht. En waarom ze dat in een plas die voor natuurontwikkeling bedoeld is willen dumpen. Dat is wel merkwaardig, maar ja, ik snap dat hun daar helemaal tegen opstand komen. Alleen wij proberen ze nu een weg te wijzen die ze kunnen bewandelen om ons systeem boven te krijgen. Ja, ik denk dat het... Dat... Is de hoogte. Ja, wat zijn uw bevindingen hier zo? Ja, hoe natuurlijk wil je het hebben? Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, dit is de kleiput. Ja. Waar het om gaat. Ik zie prachtig helder water. Ja. Het lijkt mij dat het alleen maar slechter van wordt als je daar verontreinigde grond in gaat gooien. En of je dat nou minder verontreinigd maakt door het te verdunnen met niet verontreinigde grond. Ja. De hoeveelheid troep die je erin gooit blijft hetzelfde. Ik denk dat jij alles water eruit moet halen, denk ik. Ja. Je moet het gewoon mooi zo laden. Dit heet waardevol cultuurlandschap? Ja, zo is het nog waardevol. Prachtig. Dat is met zo'n kuifje. Ja, een oranje kop zit erop. Ja. En met een wit. Volgens mij, maar het is de afstand erg groot, maar ik denk aan mandarijn eenden. Maar het kan ook nog wel iets anders zijn, maar het is niet de gewone wilde eenden. Nee. Maar ze moeten een ecologisch onderzoek laten doen hier en ze moeten een grondonderzoek doen in die hoogte. Ja, het staat twee losse dingen, heb ik gezegd. Ja. En als ze dat hebben, waar zit GroenLinks in de raad? GroenLinks zit in de raad. Die en die is moeten eisen. En die is ook erg tegen dit geheel proces. En die krijg ik om 6 uur nog aan de lijn. Ja. De fractievoorzitter. Heel dus, goed. En die willen we ook samen meewerken. Ja, dat lijkt me heel goed plan. Want je ziet dus ook wel een bijzondere vogel hier. Ik hoorde net ook een heel bijzonder geluid. Ik kan ze gewoon niet versoort. Heel hoog. Dus er zit wel wat bijzonders nu in die gauwigheid al. Hè? Want je rijdt vanmorgen natuurlijk als het net licht wordt.
Dus als je iets bijzonders ziet, salamander of ijsvogels, dan mag je helemaal niks. Nee, maar goed, nee, en zeker. IJsvogel is een beschermde vogelsoort, hè? Ja, toch? IJsvogel schijnt dat hij hier wel komt om een vis te vangen of zo, maar nestelen doet hij. Het is een soort koekoek. Nee, het is een steile wand nodig. Ja, nee, die doet ook allerlei andere dingen ergens anders. Ja, met nestelen doet hij bij de beker. 2 kilometer denk ik, of 3 kilometer verderop is een beek. Maar als ze hier natuur op ontwikkeling willen, zouden ze een steile wand voor hem moeten maken. En natuurlijk ook nog een steile wand voor oeverzwaluwen maken. Dat zou natuurlijk een toekomst zijn. En dan heb je dus... is hartstikke mooi, maar je moet gewoon een ecoloog of bioloog moet je onderzoek doen en inventariseren. Blauwgas, blauwgas, blauwgas. Ik zie je zo dat het echt niet onder de finanzen.